applaus voor John van der Schrijver. Ons productiehuis, Pretparkhuis, is al een tijd bezig met het creëren en het voorbereiden van een, mag ik zeggen, unieke voorstelling. Het komt natuurlijk niet vaak voor dat je na sluitingstijd in de Efteling mag komen, dus geniet ervan. Volgt u mee maar. Zijn we er klaar voor, dames en heren? En hier hebben we langs Pasen daar. Gezelligheid allemaal. Wie staat daar? Katelijne de Sonneviel, dames en heren. Nee, daar staat John Smaal. Wie zijn dat dan? Hallo? Patrick Martens, dames en heren. Gaat het daar? Ja. Anders moeten we er gewoon nog eentje maken. Dit moet terug naar de winkel. Het is absoluut een Harry Vermeulen comedie. Het is eigenlijk alles wat je van Harry weet en alles wat je van de Efteling weet. En dat is in een grote heksenpot gestopt. Ben ik gaan roeren en daar is deze voorstelling uit voortgekomen. Het wordt weer een dolkomische voorstelling hoe je natuurlijk van John van Eert gewend bent. Natuurlijk nu helemaal in combinatie met de Efteling. Met de Efteling. Ja, ik denk dat een waanzinnig leuke combinatie is. Muziek van de Efteling kan ook natuurlijk niet ontbreken. Het wordt hysterisch. En voor de hele familie. Het is echt wel een hele bijzondere combinatie van de Efteling en John van Eert. Het is geen sprookje. Het is eigenlijk een combinatie van bekende bewoners uit de Efteling die er misschien wat anders uitzien, die zich wat anders gedragen. Het wordt eigenlijk hysterisch. Het is vanaf 7 jaar, maar de grap is wel echt dat, we hebben vanmiddag het script dus voor het eerst gelezen, dat het ook heel erg volwassen humor heeft. Het is echt een voorstelling voor de hele familie. Het is niet alleen een voorstelling voor kinderen, het is echt ook een voorstelling voor volwassenen. Het is ook voor 20ers leuk en ook voor 30ers leuk en het is ook voor opa en oma leuk. Dus we gokken en rekenen eigenlijk op alle generaties. Efteling en Pretparkenhuis presenteren Een Nacht in de Efteling.